Hey, wat leuk dat je kijkt! Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Mildred Menno. Laten we beginnen! Deze video gaat over statistische samenhang en causaliteit. In deze video ga ik uitleggen wat statistische samenhang en causaliteit precies zijn. En we gaan een voorbeeld bespreken waarin we deze kennis gaan toepassen. Maar allereerst, wat is statistische samenhang? Je ziet hier aan de rechterkant een spreidingsdiagram getekend. En in dat spreidingsdiagram zie je informatie over het aantal sigaretten per uur tv-serie en het percentage rokers in de Verenigde Staten. Je ziet al die metingen hier getekend en er is in deze situatie sprake van statistische samenhang tussen deze twee variabelen. Wat is dat nu statistische samenhang? Nou, een statistische samenhang dat noem je ook wel een statistisch verband. En een statistisch verband dat geeft aan dat als het ene toeneemt, dan neemt het andere ook toe. Of wat ook het geval mag zijn, is als het ene afneemt, neemt het andere ook af. Of als het ene toeneemt, neemt het andere af. Of als het ene afneemt, neemt het andere toe. Waar het in ieder geval om gaat, is dat als er met het ene iets gebeurt, dan moet er met het ander ook iets gebeuren. En dat kun je hier heel mooi zien. Het lijkt er hierop dat als het aantal sigaretten per uur in een tv-serie toeneemt, dat het percentage rokers in de VS ook toeneemt. Want hoe verder ik hier naar rechts zit hoe hoger die gegevens ook zijn. Je kunt statistisch verband heel mooi weergeven met behulp van een trendlijn. En die trendlijn kun je hier ook tekenen. Die gaat er dan ongeveer zo uitzien. Want die gegevens liggen allemaal ongeveer rondom deze lijn. En die lijn geeft aan dat als het ene toeneemt, neemt het andere ook toe. En want dit is een stijgende lijn. Maar wat ook zou kunnen is dat die lijn niet zo loopt, maar die loopt juist naar beneden als een dalende lijn. Want dan is het verband als de ene toeneemt, neemt het andere af. Dat is dus een statistisch verband, oftewel statistische samenhang. En nu zou je natuurlijk kunnen denken: Nou, uit dit figuur volgt dat als het aantal sigaretten per uur in een tv-serie toeneemt, dat er in de Verenigde Staten ook meer mensen gaan roken. Maar dat is niet statistische samenhang. Dan kom je uit bij het volgende begrip, en dat is causaliteit. En bij causaliteit is de vraag: Heeft het ene echt invloed op het ander? In plaats van causaliteit spreken we ook wel over een causaal verband. En er is sprake van causaliteit als de ene variabele daadwerkelijk invloed heeft op de andere variabele. Dus als je even denkt aan het voorbeeld van net, dan zou er dus causaliteit zijn als er echt invloed is op het aantal rokers in de Verenigde Staten, dankzij het aantal keren dat er wordt gerookt in een tv-serie. Dus heeft die ene variabele echt invloed op die ander? Dat is hier de vraag. En om daarachter te komen, zijn er drie voorwaarden voor causaliteit. De eerste voorwaarde is, er moet sowieso sprake zijn van een statistisch verband. Nou, dat hebben we net gezien, hè? Als de ene toeneemt, moet de ander ook toenemen. Of als de ene toeneemt, neemt de ander af, of andersom. Dat is voorwaarde nummer één. De tweede voorwaarde voor causaliteit is, er moet geen andere variabele in het spel zijn die het verband kan veroorzaken. En net ging het over roken. Nou, als er meer wordt gerookt in tv-series, dan kan er natuurlijk ook nog een andere variabele zijn die invloed heeft op het totaal aantal mensen in de Verenigde Staten wat gaat roken. Stel je voor dat de prijzen van sigaretten enorm gezakt zijn, ja, dan kan het natuurlijk zijn dat er meer mensen gaan roken. Dus dan is het een andere variabele die invloed heeft op het verband. En de laatste voorwaarde is, de variabele die als veroorzakende variabele wordt beschouwd, gaat vooraf aan de andere variabelen. Dat betekent, eerst moet die ene variabele er zijn, daar moet iets mee gebeuren en daarna gebeurt er pas wat met die ander. En om dat duidelijk te maken gaan we even kijken naar een voorbeeld. We hebben hier een voorbeeld over een kausaal verband tussen het aantal milliliter neerslag in de Ardennen en de waterstand in de rivier de Maas. En er is sprake van een kausaal verband. Als de hoeveelheid neerslag in de Ardennen toeneemt, dan is de waterstand in de Maas hoger. En we gaan nu even uitleggen dat dat verband geldt. Aan de hand van die drie voorwaarden. En we beginnen met voorwaarde nummer 1. Er is hier sprake van een statistisch verband. Nou, de vraag is: is dat zo? Nou, als er meer neerslag in de Ardennen valt, die neerslag komt uiteindelijk terecht in de Maas. Dus dan gaat de waterstand in de Maas omhoog. Dus als het ene toeneemt, neemt het andere ook toe. En dan is er dus sprake van een statistisch verband. Dus aan voorwaarde nummer 1 is voldaan. Gaan we naar nummer 2. Er moet geen andere variabele in het spel zijn die het verband kan veroorzaken. Nou, het is zo dat als er meer neerslag in de Ardennen valt, dan is er meer water in de Maas. Want dat water in de Maas komt direct uit de Ardennen. Dus hoe meer neerslag in de Ardennen, hoe hoger de waterstand in de Maas. Er is niet iets anders wat daar echt direct invloed op heeft. Dus ook aan voorwaarde nummer 2 is voldaan. Nu de laatste voorwaarde. En die laatste voorwaarde die ging over de volgorde. De variabele die als veroorzakende variabele wordt beschouwd, gaat vooraf aan de andere variabele. Dit is de veroorzakende variabele, want deze zorgt ervoor dat er in de Maas iets gebeurt. Als er dus meer regen valt in de Ardennen, dan zorgt dat ervoor dat het water in de Maas omhoog gaat. Dus deze variabele gaat heel duidelijk vooraf aan die ander. Want eerst moet de neerslag zijn in de Ardennen en daarna gaat pas de waterstand in de Maas omhoog. Dus, ook aan voorwaarde nummer 3 is voldaan. Er is dus aan alle drie de voorwaarden voldaan en dus is hier sprake van een kausaal verband. En zo kun je dus causaliteit aantonen met behulp van je kennis over die drie voorwaarden, waaronder dus het statistische verband. En die voorwaarden moet je dus kunnen checken bij een voorbeeld. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je je optimaal voorbereiden op het eindexamen? Ga dan naar malthebbenno.nl. Tot de volgende keer!